gaan we de beker neerzetten? Ja. Je hebt ook een voetbalprobleem. Nou, ik zou heel graag willen leren om mijn tegenstander op een mooie en goede manier te passeren. Bij PSV blinkt één speler hierin uit. De razendsnelle Steven Bergwijn. 1 tegen 1 en hij is weer snel Bergwijn. Roef is de geluksvogel die met hem mag trainen. Wil jij vast een handtekening op een bal zetten? Hij heeft een groot voetbalprobleem. Wij vroegen ons af of jij even tijd had om ons daarmee bij te helpen. Tuurlijk. Ja? Leg even je problemen uit, dat vind ik aardig. Jij kan heel goed, zoals zaterdag, langs je, zeg maar, er langs dribbelen. 1 tegen 1 en hij is weer snel Bergwijn. En daarom uiteindelijk een goal en maken, dat zou ik ook wel graag willen. Ja? Oké, dan ga ik jou dat vandaag leren. Zullen we gaan? Ja. Moet hij eerst even laten zien wat hij in huis hebt, dat jij even verdedigt? Of ja, ik wil ook even verdedigen, jij kijkt? Ja, is goed, ik kijk wel even. Ja. Ja. Nou, kom van hem. Oké, ik zie het al. Wat doet hij fout? Ja, ik denk iets meer snelheid. En kijk, weet je wat belangrijk is? Dat je actie dan iets eerder inzet. Kijk, nu was je te dichtbij hem en toen stopte je zeg maar voor hem, maar dat moet je eigenlijk nooit doen. Is het handig als jij even voordoet hoe je een goede passeerbeweging doet? Ik zag hem niet eens. Dit is al een heel simpele beweging. Dus ik vind hem ook vrij simpel, maar wel doeltreffend. Hoe moet hij dat gaan aanpakken? Nou, oké. Okay. Kom maar even op mij afdribbelen. Met veel snelheid. Enigszins tik hem nu hier langs en daar eromheen. Dan ben je kwijt. Verdediger moet draaien. Met zijn snelheid haal je hem nooit meer in. Deze doe je dus als je 1 tegen 1. Ja, veel ruimte. Als je en veel als je veel ruimte. Als die ruimte er niet is. Dan denk ik dat je gewoon voor de schaar kan gaan. Die vind ik het mooiste. Hoe gaan we de schaar doen? Kan met iets minder snelheid. Hits. Ja. Deze is lastiger. Ja. Maar ik denk wel dat... Ik heb vertrouwen in hem. Ja, toch? Zeker weten. Uit. In het begin doe je het goed. Hits. Maar kijk, jij speelt hem iets te ver, snap je? En dan is hij meestal voor de verdediger of uit. Maar wat je ook het beste is, dat je dit doet. Dubbele schaar en dichterbij houden. Oh ja. Ja. Ik zie iedereen zet. Doe maar, zet maar in. Zie je? En nog iets dichterbij houden. Ja, doe maar, zet maar in. Kijk, en dan iets meer naar de zijkant en dichterbij. We gaan dit doen met snelheid, Roef. Ja, zet maar in. Huts. Kijk, buitenkant voet. Dat is makkelijker. Deze is perfect. Dit is goed, hè? Dit is hem. Steve, hij heeft een collectie van PSV-spullen. Echt heel veel. Uh-huh. Dus zou je hier nog even je handtekening op willen zetten? Toch deze ook, hè? Ja. Ja, die wil je ook. Ja, je hebt een hele collectie. Ik denk wel dat ik je collectie kan opvullen zometeen. Met? Ik heb een paar voetbalschoenen binnen. Ah, wat hij ook heeft is dit shirt. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. En hij heeft hij dit erop gezet. Oh ja. Dat is heel mooi. Ja, zeker. Wat wil jij graag? Een handtekening. Dat jij hier zijn jouw handtekening opzet. Graag. Ja. Nouri, heb je daar wel eens mee gespeeld? Ik heb met Appie mijn hele leven eigenlijk gespeeld. Echt waar? Ja, eerst begon ik bij Ajax. Ja, waren we 7 jaar. Ja. En ja, tot ja, nu. Ja. Nederlands elftal, alle teams samen er lopen. Veel van elkaar geleerd ook, denk ik. Ja, zeker, zeker. We konden elkaar blindelings vinden. Ja. Hij is gewoon een fantastisch persoon. Ja. Ja, hij heeft het beste voor met iedereen. En ja, hij is gewoon lief. En... Ja. Wat vind je ervan dat hij eigenlijk zijn naam op een shirtje gezet heeft? Ja, dat is goed, het prachtig, zeker. En met deze handtekening van Steven Bergwijn heeft Roef een heel bijzondere eerbetoon aan Nouri in handen. Steven heeft aan Roef ook nog een paar schoenen beloofd. Eerst maar eens laten zien dat hij de schaar in huis heeft. Laat me zien wat je geleerd hebt, joh. Weet je wat je kan doen? Neem hem gewoon maar mee. Nog een keer. Dan wacht je iets langer met schieten. Tuurlijk! Hey. Kijk eens. Ben je er blij mee? Ja, dankjewel. Ja. Voor zo'n collectie. En ik heb... Kijk eens. Een shirt. Ja.